Vier het leven! Iedereen moet zijn eigen fles komen ophalen. En dat betekent dat als je 1000 flessen hebt verkocht, dat er ook minstens 1000 mensen moeten komen om die flessen op te halen. Alsjeblieft. Dit bier is het. En dat is de eerste keer dat we dus dit vatgerijpte bier op de markt brengen. We zouden dat elk jaar willen blijven doen, zodat het een hele mooie traditie gaat worden van opnieuw bier op vat laten rijpen, zoals dat vroeger op de abdij ook gebeurde. En dat had alles te maken met het feit dat er heel slecht drinkwater was. En dan zocht men naar iets waar met een laag alcoholpercentage de kwaliteit verbeterd zou worden. Dat betekent ook dat de Norbertijnen in Berne bier hebben gebrouwen. De abdijen hebben het in deze tijd best moeilijk met het onderhoud van hun gebouwen. Want het is vrij duur om die allemaal te kunnen onderhouden. Nou, de paters zelf, dat worden er steeds minder. Dus dat betekent ook dat de inkomsten minder worden. En er zit ook nog een persoonlijke noot van de abt aan vast. Want vier het leven!